Hoi, met Monique van Monilung. Vandaag ga ik je laten zien hoe je deze yin-yang armband kan maken met het yin-yang patroon. Ik ga hem op de Alpha Loom voordoen. Ik ga ook laten zien hoe je hem op de loom kan maken. En het is zo dat ik hier clipjes heb gebruikt. Even kijken, het zijn 6 rijen, dus 6 clipjes. En dat ziet er dan zo uit. En ik heb zeg maar de gekleurde C-clips gebruikt, want dat vond ik wel mooi staan. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de doorzichtige, normale C-clips gebruiken, zoals deze. Het moeilijkste van zo'n armband is eigenlijk de lengte. Want als je hem er eenmaal af hebt gehaald, dan is het soms best wel lastig om hem weer terug te zetten en langer te maken. En korter maken is altijd ietsje makkelijker, maar ik ga het je toch proberen uit te leggen. Het is zo dat het yin-yang teken, zeg maar, dat hoort zo. Dus of het zwarte boven of het witte boven. Of eigenlijk zo volgens mij. Zo of zo. En dit is dan het patroontje wat we gaan maken. Maar zo komt hij er dan uit te zien. En omdat het een armband is, beginnen we straks aan deze kant. En gaan we steeds zo een reepje, zeg maar, eraf halen en maken. Dus zeg maar als we hier beginnen. En dan heb ik er geloof ik 2 gedaan. Het is ook zo dat als je nou bijvoorbeeld een boekenlegger wil maken, je wil hem zo in de lengte, dus zo. Nee, dan moet ik eigenlijk anders zeggen, dat je zeg maar dit figuurtje en dan wil je er hier nog een en hier, zeg maar zo hier nog een, hier nog een, hier nog een, zo zeg maar boven elkaar. Dat heb ik ook eventjes gedaan. Dan kan je, dan, dit zijn 7 rijen, dus dan kan je zo van onder beginnen. En dan zeg maar steeds eentje zo daarboven doen. En dan wordt hij dus zo. Wordt hij dus iets anders. Dit zijn ook gewone elastiekjes. Hij wordt iets ronder als je hem gewoon vanaf die kant maakt. Vanaf die kant zijn het, gaan we niet deze rij gebruiken, maar doen we 6 rijen. Omdat ik het mooier vind dat hij hier geen niet ook nog rood heeft of hier rood, maar dat hij gewoon meteen aan de zijkant aansluit. Nou, je kan er ook een leuk labeltje van maken. En dat kan je dus zo doen, vanaf die kant, maar je kan hem ook zo doen. Even kijken, wat moet ik nog meer vertellen? Ik ga hem zo neerleggen. Ik ga gewone elastiekjes gebruiken die ik ga dubbelvouwen en natuurlijk de doorzichtige. En als je hem omdoet, staat hij zo. Ja, vind ik zelf heel erg leuk. En dan nog even voor de lengte, zal ik ook even laten zien hoe je dat kan uitrekenen. Mijn advies is zeg maar om je pols te meten hiermee. Dus dat je kijkt hoe breed die is. Dus bij mij is dat bijvoorbeeld 18 centimeter. En dat je dan kijkt, dit is een figuurtje van 7 hoog. Dus als we zeg maar 10 doen, dus 1, 2, 3 en dan 7. Ik hoop dat ik het duidelijk uitleg. Dus zeg maar, dit stukje, dat is dan, en dan neem ik even dit als voorbeeld, dat is dan zeg maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is zeg maar dit stukje. Dus dat is 4 centimeter. Dus dit stukje wordt met gewone elastiekjes 4 centimeter. Dus dit is het motiefje 4 centimeter. Dus als ik dan zeg maar 18 heb,
Dan doe ik 18 gedeeld door 4. Dan kijk ik een beetje hoeveel keer dat erin past. En zo kijk ik dan hoe ik aan het begin en aan het einde, hoeveel ik er dan over heb. Nou ja, je kan, mijn advies is gewoon om met 2 te beginnen. Zeg maar dat we zo beginnen. En dan kan je altijd nog daarna nog wat meer erbij doen. Als je eenmaal één keer met deze elastiekjes of met deze elastiekjes een armband hebt gemaakt, dan kan je natuurlijk altijd tellen hoeveel rijen het zijn. Dan moet ik nog één ding erbij zeggen. Want als je een overloom hebt en je gebruikt ook de overloom elastiekjes, omdat het maar 6 rijen zijn en niet 7, is het een beetje iets andere verhouding. En trekt hij ook heel mooi rond. Nou, dat had ik geloof ik al gezegd. We gaan beginnen. Ik zal deze zo hier in beeld laten liggen. Deze weten jullie hoe je werkt, laat ik zo zien. Als je het op de loom maakt, dan heb je nodig 2 rijen die tegenover elkaar zitten. Dus precies recht. Met de opening naar rechts is handig. En je hebt 6 pinnen nodig, dus het is handig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ga zeg maar deze gebruiken. 6 pinnen. En dan is het handig dat je hier komt die uit, dat je hier niks hebt zitten. Ik ga dat ook zo voordoen. We nemen de alfaloom en ik ga alle elastiekjes dubbel vouwen. Dus ik heb nu een dubbel gevouwen elastiekjes. En dan ga ik ook nog eens kruisen. En dan ga ik deze, die doet niet mee. Dus ik neem er maar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Want ik ga zo beginnen. En deze rij ga ik ook niet doen. Zo ga ik hem doen. Dus ik neem een elastiekje. En dan zet ik hem erop. En dan kruis ik hem naar de overkant. En dat doe ik 6 keer. 6 rijtjes van gekruiste elastiekjes. Dubbel gevouwen. Dus ik doe hem eerst dubbel. En dan kruis ik hem naar de overkant. Dat hoef je maar 1 keer te doen, want dat worden de capbands. Waarmee je straks je haakje vastmaakt. Als je alfa bandjes hebt, dan kruis je wel, maar dan doe je natuurlijk geen dubbele bandjes. Dus die doet niet mee. We maken er 6. En zeg maar dit, deze lusjes, die, dat zijn deze lusjes. Als je dit hebt, dan beginnen we met deze eerste rij en dan doen we ook dubbel, maar die plaats je er, oh wacht, sorry, ik vergeet even wat. Nu plaats je een doorzichtige over die 6 rijen. En op de gewone loom ziet dat er zo uit. Je hebt dan ook 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinnen. Je hebt ze allemaal gekruist, je hebt ze ook dubbel gevouwen gedaan. En dan ga je ook een doorzichtige plaatsen. En dan kan je het proberen over deze 6 pinnen met 1 te doen. Of je doet er 2. Ik ga eerst even 1 proberen. Dus je rekt hem een beetje uit. En dan kijk je of het lukt. Het lukt. Ik denk dat dat heel mooi wordt. Lukt dat nou niet? Dan kan je ook doen over deze 4. En over deze 3 of ook over deze 4. Dat kan ook. Dus dan heb je 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. Maar als het je lukt met een elastiekje doorzichtig of met rood en het lukt je dit, dan zou ik dat doen. Dan wordt het het allermooiste van. Als we dit elastiekje hebben geplaatst, gaan we verder met gewone bandjes die we dubbel vouwen. En dan gaan we niet, die doen we gewoon zo rechterop. Dus die ga ik niet meer dubbel vouwen, want ik heb al capbands.
Zo, dan heb ik die 6. Dan haal ik die er overheen. En dan ga ik haken de onderste eroverheen. En hier ook de onderste eroverheen. En ik duw het naar beneden. En dat doe je natuurlijk ook gewoon op de loom. Als ik het zo op de loom heb. En ik heb gewoon zo geplaatst. Ik doe ze allemaal. Dan doe ik deze overheen. Doe ik hem zo. En dan ga ik deze hup zo eroverheen doen. En ook, ook deze kant zo eroverheen. En dat dan bij allemaal. Nu heb ik dit rijtje gehad. Dus die hebben we gehad. En dan gaan we, dit was die, en dan gaan we die doen. We plaatsen eerst weer een doorzichtig elastiekje over deze 6. En je gaat gewoon weer zo verder. Het kan natuurlijk zijn dat jij hebt uitgerekend dat je er maar 1 hier aan het einde moet doen. Of juist 3. En als je het niet weet, dan begin je gewoon met 2. We doen die er weer overheen. En ik ga weer haken. Ik kijk of ik goed alles heb. Vooral als je gewone elastiekjes gebruikt die je dubbel doet. Dan moet je goed opletten dat je steeds de juiste hebt. En met de Alpha Loom bandjes is dat gewoon makkelijker. Kijk, hier heb ik er ook 1 te veel. Zo. En ik duw hem weer naar beneden. Dan hebben we deze ook gehad. En dan gaan we nu deze doen. Dus zeg maar, als we hem zo hebben, betekent dat we wit doen. 1, 2, 3, 4 zwart en een witte. Dan gaan we verder. Niet vergeten om zo'n doorzichtige te plaatsen. Of als je dat met rood doet, dan rood je in ieder geval een dwarse. En dan beginnen we dus met een witte. Dan 4 zwarte. Oh. En ik laat het expres zien met die dubbel gevouwen elastiekjes en dan nog een witte. Zodat je straks goed het verschil kan zien met de Alpha Loom bandjes en de gewone bandjes. Deze doen we weer hier overheen. En de meeste mensen hebben denk ik toch nog geen Alpha Loom. Maar ik doe het er wel op voor, want en dat is leuk en dat gaat sneller. Zo, nou hebben we die ook gehad. Dan gaan we dus deze doen. 1, 2, 3, 4 zwarte, een witte en een zwarte. En we doen natuurlijk, vergeten we deze niet. En zoals ik al eerder zei, als je eenmaal 1... zwarte. 1, 2, 3, 4. Witte. Ik kan niet praten en nadenken tegelijk. Zwarte. En je haalt hem er weer overheen. Wat ik wou zeggen is dat als je eenmaal 1 keer een armband hebt gemaakt, zoals deze, dan weet je gewoon hoeveel rijen breed of lang, zeg maar, jouw pols is. Dus dan is het veel makkelijker om daarna weer de volgende te maken. En zelf bijvoorbeeld patroontjes te maken of op te zoeken.
Die hebben we gehad. We zijn nu bij deze. Dat is 3 zwart, 3 wit. Dat vind ik zelf eigenlijk wel leuk van dit concept. Dat je gewoon allerlei patroontjes zelf kan verzinnen, overal vandaan kan halen, kan combineren. Zo. Dat was deze. Ik ben er niet zo goed, maar goed. Nou, deze. Dat is om en om. We beginnen met zwart. We vergeten niet deze. Vergeet ik namelijk nog wel eens. Zwart. Wit. En mocht het nou een keertje fout gaan en je hebt die Alphaloom, dan heeft Rainbowloom, de officiële Rainbowloom site, heeft mooie filmpjes gemaakt over hoe je een steek kan oppakken. En in mijn video van de boekmarker, hoe heet het, boekenlegger, heb ik ook een paar keer laten zien hoe je dat kan corrigeren. Zo, ik hoop dat het vandaag niet gebeurt. Nou, daar zeg je me wat. Het gebeurt natuurlijk wel. Kijk, deze is er afgegaan. Dan moet ik deze zien te redden, deze twee. En deze twee ook. Nou, dat valt nogal mee. Oké, dan doe ik hem even terug, zodat ik kan zien welke ook weer de bovenste is. Nou, dat is die. Dan kan ik hem weer zo terug doen. Ik haal deze er overheen. En het valt gelukkig mee. Zo, naar beneden. Alles zit er nog op. Deze heb ik ook gehad. Dan doen we weer 3 zwart, 3 wit. En eerst een doorzichtige. En deze. Zo, we doen deze er zo weer overheen. En we haken. Zo, dan hebben we deze ook gedaan. Dan doen we deze, dat is wit, zwart en 4 witte. Doorzichtige. Een zwarte en 4 witte. Die er weer overheen. En haken maar. Naar beneden duwen. Dan hebben we deze ook gehad. En dan komt de laatste. Dat is rood. Deze kant. De buitenkant, zeg maar. En dan 4 witte en weer aan rode. Dus we doen eerst deze.
Zo, deze er weer overheen. Oh, ik zie dat er hier, ben ik er één vergeten. Haal ik deze er even af. Zodat ik... deze zwarte nog even kan haken. Dan doe ik deze weer opnieuw erop. En daar overheen. Zo. Zo, even goed van elkaar af. Zo. Ah, ben ik weer één vergeten. Ja. Dan hebben we deze ook gedaan. Nou komt er weer 4 of een rijtje met allemaal 6 rode. We doen eerst weer deze. Nou heb ik er hier dus 3 tussen gedaan. Dat geeft dit effect. Je kan er ook 2 doen. Dus je kan ook die en die doen en dan deze overslaan. Dan moet je even kijken. Maar dit is dus het effect van 3. Ik vind het zelf, vond ik dat het mooiste. Maar als jij bijvoorbeeld net uitkomt met 4 of 5 patroontjes. Als je er 2 tussen doet... dan moet je dat doen. Dus onthoud, 10 regels is 4 centimeter. Met de gewone bandjes. En mocht je wel de overloom hebben, dan kan je het zelf heel gemakkelijk uitrekenen met de achterkant van je beschrijving waarin zo'n strookje zit. Zo, ik heb deze ook gedaan. Ik doe er nog 1. Die, nu doen we deze. Zo. Ik doe er nog eentje voor. En dan ga ik je laten zien hoe je hem moet afhechten als je helemaal klaar bent. Dat is namelijk heel makkelijk. Dus dat is wel handig. Als je dat van tevoren ziet, dan weet je zo al hoe je het moet doen. Zo, even kijken of alles klopt. Ja. Nu ben ik dus hier aangekomen. Dus dit stukje heb ik nu gemaakt. En dat ziet er zo uit. Als je nou dus helemaal klaar bent. Dus je bent helemaal hier. Je hele pols is gedaan. Wat je dan doet aan het einde is je brengt al deze elastiekjes naar de achterkant. Dus we gaan steeds zo alles hierheen brengen. Zo, en dan heb je dus dit. En op de loom doe je dat natuurlijk precies hetzelfde. Je brengt ze allemaal naar deze rij. Als je dit hebt, dan moet je hier de C-clipjes doen. Dus. Stel dat ik nu eventjes wit neem. Je pakt een C-clipje en die schuif je zo hier aan. En dat doe je bij allemaal. Dus je hebt er 6 nodig. Je doet ze over alle
elastiekjes. Je kan natuurlijk ook doorzichtige gebruiken. Ik vind het nu even leuk om deze te gebruiken. Omdat ik die toch heb. Maar je kan natuurlijk ook doorzichtige gebruiken. Zo. Dan zitten ze daar allemaal zo op. Dan kan je hem ervan afhalen. En mocht die dus dan opeens te kort zijn, dan kan je het dus proberen om dit zo weer op de pinnetjes te zetten. En het clipje eraf te halen en de andere weer aan de andere kant te doen. Zo kan je, als het goed is, toch nog verder gaan als je denkt, hé, hij is toch nog te kort. Nou, dit is maar een voorbeeldje natuurlijk. Je trekt er een beetje aan, vooral in de lengte. En nu kan je dus zien hoe die is geworden. Ik vind hem heel mooie vorm. Ik heb glow in the dark gebruikt, daarom ziet het er een beetje niet echt wit uit. En dit is het verschil met de Alphaloom bandjes. Dus als we even kijken, dit is... Het is bijna geen verschil qua lengte. En dat komt omdat deze wat uitgerekter is in die richting, omdat ik 6 rijtjes heb gebruikt en niet 7. Dus deze wordt wel wat breder. Maar dit is dus het verschil. Het valt best mee. Ik denk dat deze ook ontzettend mooi is. En als je hier een boekenlegger van maakt, dan zou ik aanraden om gewoon vanaf deze kant te beginnen. En dus een boekenlegger te maken met 6. Want kijk, dit is hem weer. Een heel ander motiefje. Nou ja, ik vind deze mooier. Als je hem dan helemaal heel lang hebt, dan ga je de andere kant, dus die zit hier aan, dan ga je deze kant, ga je hier aan maken. En als je dan de onderkant neemt, zie je hier allemaal lusjes zitten. Zeg maar, hier zie ik een lusje en deze hoort er ook bij. Het is dus een capband van 4, als je hem dubbel hebt gevouwen, 4 ringetjes. Als je niet dubbel hebt gevouwen, 2 ringetjes. Dus zeg maar deze 2 en die 2. Deze 4 ringetjes. Kijk, dat is je capband die je op het eerst begin hebt gedaan. En daar doe je dan dus de andere kant van de C-clip. Dus die C-clip zeg maar doe je hier doorheen. En dan zit hij vast. En zo doe je dat bij allemaal. Dus hier zie je ook eentje zitten. Ze zitten gekruist. Dus goed opletten dat je er dan 4 hebt. Kijk, en niet die. Dus dat is niet goed. Die moet je niet meenemen met je haaknaald. Die doorzichtige. Kijk, zo is het wel goed. Die doorzichtige blijft hier. En het rondje heb je op je haaknaald. En dan... zet je die er dus zo op. Zo. Nou, zo ga je verder. Hier zit er eentje. En let er dus op dat je 4 ringetjes hebt. En niet deze. Zo moet het eruit zien. Hier zit er een, hier zit er een en hier zit er een. Dan doe je al die clipjes zo op. En dan heb je je armband. Ik zal hem nog heel even los doen. Dan zal ik nog 1 keer opmeten. Zodat je een beetje idee hebt hoe lang het dan moet worden. Zeg maar. Hij blijft heel mooi gelijk lopen met deze vierkantjes. Dus als je die vierkantjes hebt... dan kan je gewoon dit om je pols doen. Maar als je alleen een centimeter hebt, dan zie je dus dat het motiefje ongeveer 4 centimeter is. En dan met deze erbij en deze erbij is het 5 centimeter. En dan kan je dus nog steeds 4 erbij doen totdat je de lengte van je pols hebt. Nou, ik hoop dat dit een beetje duidelijk was. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je hem ook mooi vindt. Ik hoop dat het gelukt is.
Laat het me zien op Instagram of op mijn Facebookpagina. Vind ik heel erg leuk om te zien. En geef het videootje een duimpje omhoog als je het leuk vond. Want dat helpt mij heel erg. Dan ben ik makkelijker te vinden. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!